Het is de morning after. En geen leuke morning after, maar ik neem dit op op de dag na de verkiezingen, waar inmiddels de uitslagen wel bekend zijn. En eerlijk is eerlijk, <laughs> ergens wil ik dit ook gewoon helemaal niet opnemen. En had ik gehoopt dat mijn gevoel niet klopte en dat ik. De verkiezingen niet zou hoeven te belichten vanuit het astrologische stukje als in wat de fuck is er gebeurd. En tegelijkertijd voel ik ook heel sterk dat vuur in mij dat zegt, ja, hier gaan we even bij stilstaan. Ik ben enerzijds toch wel gechoqueerd van de omvang. Omdat ik ergens in mijn hart gewoon heel hard hoopte dat we niet zo kei en keihard op die dualiteit zouden afsteven. En dat is wel gebeurd. En helemaal als moeder van drie kindjes die half Thais zijn. Een ex die Thais is. En ja, wij zijn uit elkaar. Maar nog steeds ervaart mijn ex zeker wekelijks, soms al vaker, discriminatie. Die polarisatie, die dualiteit. En zulke thema's gaan mij natuurlijk ook ontzettend aan het hart. En niet alleen als ik denk aan mijn eigen kinderen, aan mijn ex, maar ook aan het grote geheel. En hoe er nu nog meer polarisatie aan het ontstaan is. En tegelijkertijd, dit was er natuurlijk al. Ik had ook een heel mooi gesprek met iemand in DM's over, dit is er al, het is nu alleen nog zichtbaarder. Ik merk ook nu ik dit aan het uitspreken ben dat het me echt heel erg veel doet. Terwijl de aanloop naar de verkiezingen ik vrij rustig was. Ik merk dat ik nu echt dat het besef nog meer naar binnen komt. Wat het ook met me doet, is dat het me heel erg. Nog meer het vuur in mij aanbakkert. Nog meer die kant van mezelf laten zien en daar heel duidelijk voor gaan staan. En tegelijkertijd wil ik je ook meenemen in het astrologische stuk van de verkiezingen. En ik heb hier al heel uitgebreid een training over opgenomen in de Cosmic Confirmation app. Die vond ik al heel spannend om op te nemen, maar ik wilde daar wel wat meer context geven. Daar heb ik ook een klein beetje voor uitgeblikt op waar de planeten staan tijdens de verkiezingen. En dat wil ik nu nog verder uitpakken. Wat opvalt is dat het grootste deel van de dag stond de zon nog in schorpioen. Scorpioen zijn onze schaduwkanten. Als Scorpioen niet erkend wordt, dan gaat het hele rare sprongen maken. Mars stond ook nog in Scorpioen, niet ver daar vandaan. Mars, de planeet van actie, is de planeet die in schorpioen hele rare sprongen kan maken, juist om de controle te behouden. Juist om te laten zien: ik heb hier de macht. Daar tegenover staat de maan, onze emoties, ons onderbewustzijn, in vissen, naast Neptunus. En Neptunus is de planeet van onze droomwereld. Wat er gebeurt, als Neptunus ergens bij in de buurt komt, dan worden de lijnen tussen fictie en realiteit gewoon niet meer te onderscheiden. Als de maan dan vervolgens dus ook nog in vissen staat, dan wordt ons emotionele. Wereld wordt heel erg gekleurd door wat wij absorberen. Het grootste deel van Nederland, die absorbeert alles wat het tot zich krijgt, en die absorbeert alleen maar waar het mee resoneert, en zal niet snel zich dingen gaan afvragen. Waardoor er tijdens het stemmen ook, en ik moet ook eerlijk zeggen dat ik tot op het laatste moment getwijfeld heb, tot op het laatste moment niet duidelijk wist waar ga ik nu voor stemmen? Ga ik strategisch stemmen of ga ik voor de partij stemmen waar ik echt op wil stemmen? Maar als je die dus alleen maar laat leiden door je emoties, wat er dan gebeurt is dat je niet denkt aan het grote geheel. Niet te zeggen dat je alleen maar aan het grote geheel moet denken en jezelf daarin moet wegcijferen, maar het is wel natuurlijk onwijs belangrijk dat je ook snapt wat is de grotere context. Dat was er gisteren niet omdat onze emotionele wereld geheerst werd door vissen. En vissen die kan realiteit van fictie niet onderscheiden. Daarnaast hadden we ook nog de zon en Mars in schorpioen. Maar daar stopt het niet. Tijdens de verkiezingen stond ook Venus in weegschaal, lijnrecht tegenover Chiron in ram. Chiron is de wounded healer. Die is waar onze diepste wonden zitten. Maar ook de Wounded Healer, ook dus waar onze grootste groei zit. Waar onze grootste lessen en leermeesters in zitten. Dus de manier waarop wij ook kijken naar de samenleving, venus die gaat over venus in weegschaal, gaat ook specifiek over het in relatie zijn tot jezelf niet alleen zien. Maar goed, als wij vervolgens onze eigen. Wonden, onze eigen trauma's, onze eigen shit niet aankijken en alleen maar aan onszelf denken, dan gaan we dus vanuit onze trauma's, vanuit onze wounding, gaan we beslissingen nemen. En Chiron in Ram is gigantisch egoïstisch. De lage kant van deze energie is dus letterlijk: dit is mijn pijn en deze persoon, dus het de energie wordt letterlijk naar de Venuskant gestuurd. Jij moet die pijn voor mij oplossen. Want Venus in weegschaal is mega diplomatiek. Dus vanuit onze eigen wonden zijn we het gaan projecteren op. Ja, maar jullie moeten het oplossen. Jullie moeten met een antwoord komen. Jullie moeten dit voor mij gaan oplossen. Nou, ik hoef je niet te vertellen dat dat natuurlijk niet gaat. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de Noordelijke en de Zuidelijke Maansknoop. Waar de Noordelijke Maansknoop in Ram staat, de Zuidelijke Maansknoop in Weegschaal, waardoor we. Aan het loslaten zijn dat we afhankelijk zijn en veel meer ons eigen pad gaan kiezen. Maar wat dus niet betekent dat we hoe wij in de samenleving staan moeten loslaten. Maar dat is wel uiteindelijk de lage kant, de lage energie van de noordelijke maansknoop in Ram. Want dat is waar we ons naartoe aan het bewegen zijn. Tel daar vervolgens bij op dat er een heel groot gedeelte van de samenleving, of niet heel groot, maar dat er een gedeelte van de samenleving heeft gezegd: Ik ga niet stemmen, want ik geloof niet in dit politieke systeem. Geloof ik ook niet meer. Ik geloof ook dat het anders moet. Maar ik leef in deze wereld, ik leef in deze realiteit. Ik heb het stemrecht. Niet alleen als vrouw zijnde, maar ook als je kijkt naar de landen, en ik ben in landen geweest waar niet gestemd kan worden, waar er vrouwen zo ontzettend weinig mochten inbrengen. Het is zo'n fucking privilege dat je kan stemmen. En om dan maar jezelf terug te trekken zeg zeggen, ja, ik geloof niet in het politiek systeem. Echt, word verdomme wakker. We leven in dit systeem, de regels worden bepaald door de regering. Ik ga even aan, zoals je hoort. Je kunt je niet terugtrekken, tenzij jij op een hutje in de hei gaat zitten en letterlijk alle, alle, alle voorzieningen en helemaal zelfs sustainable gaat zijn... dan kun je zeggen, oké, okay, ik trek me terug uit de samenleving... en ik ben hier geen onderdeel van. Maar hoeveel mensen die roepen, ik ga niet stemmen... want ik geloof niet in dit systeem, geloof ik ook niet... maar het is jouw recht om dit te doen. Om solidariteit te creëren, om een standpunt te maken. En dan in je dagelijks leven kun je lekker verder gaan... met het creëren van een mooiere wereld voor jezelf en voor de mensen om je heen... Maar tijdens de verkiezingen kan jij niet wegkomen. Ja, ik ga niet stemmen, want ik geloof niet in het systeem. En dit is ook precies waarom er gebeurt wat er gebeurd is. Want deze polariteit, deze dualiteit, zit al in de samenleving. Maar nu worden met onze neus op de feiten gedrukt. Hoeveel we ons dus laten leiden door onze wounding, door onze trauma's, door de. Pijn die we voelen, zonder te kijken naar wat is het grote geheel. Net zo goed als dat Mercurius in boogschutter staat. Dat is niet de fijnste plek voor Mercurius om te staan. Waarom? Omdat boogschutter is het teken dat alles positief inziet, dat eigenlijk niet echt zich druk maakt over feiten, maar meer over: hé, maar wat is het grote geheel? Wat kan ik communiceren dat het groter en meeslepender lijkt, zonder dat het echt gebaseerd is op realiteit? De volle maan die er aankomt op maandag wordt ook een interessante om te gaan volgen. Want juist nu komen er dus heel veel artikelen, heel veel nieuws, maar ook heel veel misinformatie. En de volle maan in tweeling gaat ook een hele interessante worden, waarbij er heel veel misinformatie de wereld in zal gaan. Dus ook. Terwijl we dus in die opbouwende energie naar de volle maan zitten. Want de verkiezingsdag is natuurlijk niet een dag die kan isoleren en zeggen. Nou, dit gebeurde er vandaag eh, op, de, op de verkiezingsdag. En vervolgens eh, heeft dat geen haakjes met wat er eerder of later gaat gebeuren. We zijn dus in de maancyclus aan het opbouwen naar een volle maan. Emoties gaan alleen maar meer en meer oplopen dit weekend. We zullen alleen maar meer polariteit, meer agressie, meer frustratie zien en horen. En juist ook in dit moment is het zo ontzettend belangrijk om bij jezelf te kunnen blijven. Om die rust en die zachtheid in jezelf op te kunnen zoeken. Je dus niet te veel meer te laten leiden door het nieuws. Want de beslissingen die er vanaf nu gemaakt gaan worden, hebben wij geen invloed meer op. Hoe graag we dat ook zouden willen. Nu is het stukje loslaten en je focussen op: maar wat kan ik wel? Maar weet dat de komende dagen er alleen maar meer en meer en meer misinformatie de wereld in zal geslingerd worden. En de piek ook echt wel zal liggen rond die maandag dat we de volle maan hebben. Maar weet dat ook de volle maan is niet alleen een moment van hey, dit is een volle maan en daarna zitten we weer klaar. De aanloop er natuur zal best intens zijn en we zullen die week ook echt een soort van full moon hangover hebben... En een hangover van, oké, okay, dus dit is dus de maatschappij waar we in leven. Ik heb hier ook geen antwoord op. Ik heb ook niet een, een kant-en-klaar pakket voor je van, nou, dit is wat we kunnen gaan doen, zo kunnen we het aanpakken. Ik weet dat ik gedaan heb wat ik wilde doen. En ik weet ook dat het opnemen van deze podcast heel belangrijk is om te begrijpen waar we in zitten. Ik kreeg ook berichten in, in mijn DM's over, maar wanneer is deze shit over? omdat ik deelde dat dit echt een fuck you van Pluto in Steenbok is. Waarom? Omdat Pluto in Steenbok en de la hij zit nu in de laatste paar graden, hij is weer direct gegaan. Is echt de huidige macht probeert er alles aan te doen. Dit roep ik al een hele lange tijd, maar het is goed om het weer te herhalen. De gevestigde orde doet er alles aan om de macht te behouden. Die doet er alles aan om alles heel Heel erg te gaan opdelen. En wat werkt er beter dan angst? Wat werkt er beter dan polariteit? Want dan zijn we enigszins beter te controleren. Want wat als we allemaal als maatschappij ons verenigen, dan is het politieke systeem niks meer waard. Maar dat doen we niet. We gaan met de vingers wijzen. We gaan zeggen: ja, maar hij deed dit, zij deed dat. Wij willen dit en zij willen dat. Als we ons gaan verenigen, wat dus de Pluto in Waterman-energie is, waardoor we als collectief een standpunt gaan nemen en niet meer gaan kijken naar wat zijn de onderliggende kleine details, maar wat is nu het grote geheel, waar willen we naartoe? Dus wanneer is dit over? Nou, voorlopig nog niet. We moeten dus door deze chaos heen. We moeten dus ons navigeren door, door wat we niet willen. En ik hoop ook echt met heel mijn hart dat steeds meer mensen gaan inzien, ja, dit is het ook niet dat als Pluto volgend jaar weer naar Waterman gaat, is het ook niet meteen over. Pluto blijft daar twintig jaar staan, dus het duurt nou ja, minimaal al vijf jaar voordat we weer in die nieuwe energie zitten. Betekent dat wat we in deze vijf jaar nog meer polariteit gaan zien? Misschien wel. Misschien moeten we eerst nog verder de extreme opzoeken. Nog verder voelen wat deze extreme met ons doen, zodat we vervolgens kunnen gaan creëren... Wat in het belang is van Moeder Aarde, van de hele maatschappij, van de hele samenleving en het collectieve stuk. We stevenen af op een moment waarin we dus echt gewoon geen keuzes meer hebben. Is dat beangstigend? Ja, dat is niet per se een hele fijne plek om te zitten. Is het nodig? Ja, ook. Want anders komen we niet vooruit. Als we blijven hangen in het vanille stuk, van het is wel oké okay. het is niet extreem goed het is niet extreem slecht, nou moet ik eerlijk zeggen we gaan richting het extreem slecht, maar goed dit mogen we ook op dit moment waar we zitten en waar we staan ervaren, we mogen dus echt die die dualiteit nog meer gaan voelen voordat we die nieuwe wereld kunnen gaan bouwen, want we voelen hem al. En helemaal in de online wereld leven we af en toe in een bubbel waarvan we denken dat iedereen love and light denkt en zegt en vindt, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En het merendeel van de bevolking ziet dingen natuurlijk heel anders. En er is ook een groot deel dat gewoon niet eens rondkomt, omdat het gewoon niet in de basisbehoeftes voorzien wordt. Dus ik snap dat je dan gaat voor de extreme, maar we kunnen niet alles gooien op de migranten. We kunnen niet alles gooien op Europa doet dit, Europa doet dat. Het belangrijkste wat ik nu ook in mezelf heel sterk voel, is mijn eigen verantwoordelijkheden nemen. Wat kan ik nu hier doen? Wat kan ik doen om de wereld een stukje mooier te maken? Wat kan ik doen zodat ik wel de mensen bereik die de hulp nodig hebben? In plaats van weer te zeggen. Ja, nou ja, laat maar. Hè. Geert Wilders wordt misschien minister-president. Laten we het hopen van niet. Maar vervolgens dus ook mogen voelen. Hè, door die frustratie, door die woede heen mogen gaan. En vervolgens kijken. Oké, okay, maar wat is mijn. En ik zag deze. Dit komt niet van mezelf. Ik, ik las het bij um, Sandy. Ik ben heel vaak achternaam kwijt. Degene die uh, Wilde vrouwen magazine heeft. Die zei ook zo mooi. Ik focus me nu weer op my circle of influence. Waar heb ik invloed op? Dus in plaats van met vingers te gaan wijzen, jullie hebben op de Pvv gestemd, jullie hebben dit gedaan, jullie hebben dat gedaan. Wat is mijn cirkel van invloed? Hoe kan ik zelf me focussen op wat er nu in dit moment belangrijk is en wat ik echt ook kan doen? Ik hoop dat jij ook na dit voor jezelf ook een plekje te hebben kunnen geven dat je voelt. En mag gaan ervaren wat is my circle of influence. Waar kan ik invloed op uitoefenen? Wat zijn mijn verantwoordelijkheden? En hoe kan ik op mijn manier de wereld een stuk mooier maken? Dat uh, waren mijn two cents over de verkiezingen. In ieder geval over het astrologische aspect ervan. En hoe ik er zelf in sta. Ik hoop dat dit je ook moed geeft om door te gaan met wat je al aan het doen bent. En dat je dit ook juist niet. En ervoor zorgt dat je bij de bakken neer gaat zitten en gaat denken: Ja, maar dit is hopeloos. Er is altijd hoop. Altijd. En ik kijk nu ook naar buiten en het zonnetje schijnt nu door mijn ramen heen. Ondanks dat er heel veel wolken ook in de lucht zitten, schijnt het zonnetje ook en er is altijd weer zonneschijn. En we moeten nu gewoon even door deze shit heen. We will get there. Dat geloof ik met heel mijn hart. We will get there. Hou de moed. Scheld het uit, schreeuw het uit, sla het ergens uit. Maar we gaan de wereld mooier maken. We gaan. We zijn de nieuwe wereld al aan het creëren. Vanaf deze kant van de microfoon geef ik jou een hele dikke virtuele knuffel. En hoop ik dat dit je hoop heeft gegeven en vertrouwen voor de toekomst. Want het gaat over andere. Punt. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een mooie aflevering? Deel hem ook met de mensen om je heen, zodat ook zij kunnen voelen. Wat de achtergrond is, en hoe we hier doorheen mogen bewegen. En welke beslissingen we in de toekomst mogen gaan nemen. Dankjewel voor het luisteren, en ik spreek je weer in de volgende podcast.